Nou, nee, ja, maar hij vond het ook moeilijk om die, die verkrachtingsscène te doen. Hij vond het, zijn hart brak. Ja, eeuw, die scène was zo heftig. Ik heb hem net gezien en ik dacht, wat doe... En toevallig gewoon, ik had zeg maar gevraagd van, ja, wat willen jullie echt weten? En toen vroegen ze van, ja man, hoe konden jullie verkrachtingsscène erin zetten? Was het gewoon echt heftig. Ja. Veel mensen kwamen met dat wat... Ja, hoe... Is dat zeg, hoe hebben jullie dat gefixt? Wat, die inspiratie, is, het is wel grappig om te weten, maar de inspiratie voor die scène kwam uit de film Irreversible. Ik weet niet of jullie die film ooit hebben gezien. Nog één keer. Irreversible, Irreversible op zijn Frans. Oh, volgens mij heb ik al... Dat's... Nee man, ik heb het over, er is nog een Franse film die zo rijdt. Er is een film, Vincent Cassel, die man uit La Haine. Die K-line, die zwart-wit film, Frans, voor over drie vrienden in Parijs. Die in de film en dus zijn vrouw in real life, 15 minuten lang verkracht wordt. En dat zie je 15 minuten lang. Dus letterlijk 15 minuten lang? Zie je het? Zo lang duurt die scène. Dus, en je moet beseffen dat je dan op een gegeven moment ben je aan het kijken en hup, 1 minuut, 1,5 minuut, 2 minuut, 3 minuut. En je gaat het ongemakkelijk vinden en dan gaat het nog 10 minuten door. Snap je? Ja. Nou, dat was maar een beetje... Het belangrijkste is dat de scène een functie heeft en die gast die gaat een totale ruïne zetten, toch? Ja, maar je begrijpt hem. Ja. Ja. Nadat je dat hebt gezien, snap je waar zijn woede vandaan komt. Daarom, ik had echt respect voor die scène, want ik checkte... En het duurt ook, nou niet super lang, maar het duurt ook echt 4 minuutjes of zo, 3-4 minuutjes. En dan, het moet ongemakkelijk worden. Ja, precies. En dat is wel goed eruit gehad. Ook gewoon voor de acteurs, want het is wel een, lijkt me een vervelend, dus niet vervelend, maar best moeilijke scène om ook te doen. Het zijn de moeilijkste scènes om te doen, denk ik, voor acteurs. Dat soort intieme scènes blijft gewoon altijd Het blijft gewoon altijd ongemakkelijk en blijft altijd... hele technische scènes zijn dat. Dat ook, ja. Hele technische scènes. Dus je bent heel erg bezig met wat jouw tegenspeler... Weet je wat die prettig vindt? Je wilt niet dat die zich ongemakkelijk gaat voelen. Mm-hmm. Jullie zijn daar al in een soort van rare situatie. Het zijn niet... Ja, hoe ga jij ermee om als regisseur? Hoe pak jij dat aan? Ja, ik was gewoon een week ziek van dat maken, want je bent met die acteurs bij de hele tijd aan het bespreken waarom iemand zoiets doet. Mm-hmm. En dat is gewoon pure evil, toch? Ja, klopt. En dat dus nadat je zo'n scène hebt voorbereid, de shots, dan probeer je dat zo snel mogelijk te doen. Iedereen is in topconcentratie. Het is een closed set, dus er zijn helemaal niet zoveel mensen behalve camera, geluid en de regisseur. En het is raar, dat soort scènes, moordscènes, of die scène waar we het nu over hebben, zijn niet echt leuk om te doen. Dus als je het serieus doet, als het een soort Fast and the Furious film doet, dan is het gewoon dan is het gewoon tekenfilm. Alleen hier zijn het gewoon mensen die waar je van bent gaan houden, net als een Belg die door Woenselaar is gespeeld. Dus gewoon, is moeilijk om dat te maken, omdat je toch gewend bent geraakt aan die mensen, toch?